Mensen, welkom! Yo, lieve mensen, lieve poosjes. Jongetjes! Mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik hier met Milo met ons jaarlijkse terugkerende element. Ja, leuk hoor. Namelijk de... Top 50 ratings bespreken. Je moet zeggen, je had wel iets vrolijker kunnen. Nee, maar ik ben niet vrolijk, want ik zie alweer een paar dingen tussen zitten waar ik helemaal niet blij van ben. Oh! Ik ben vandaag niet vrolijk. Ik ben vandaag niet vrolijk. We gaan onze ongezouten mening geven over de top 50 spelers in FIFA 20. Klopt. Doe zeker een duimpje omhoog, kijk op Milo's kanaal. Kijk! Milo, hoeveel video's heb je geüpload de laatste 2 maanden? Ik dacht zelf... Oké, in ieder geval, nummer 50 Milo. Laten we maar meteen beginnen, geen gezeik. Geen gezeik. Trouwens, abonneer ook op mijn kanaal. Nummer 50, Dries Mertens, 87. Ja. Ja, prima toch? Ja, maar ik vind Mertens helemaal niet heel goed, hè? Ja, maar hij is wel goed. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, hele goede rating voor hem. Ik vind het aan de hoge kant, maar... Nee, okay. Maar ik moet zeggen... ik vind dat terecht. Ik vind Mertens wel goed, maar... Okay. 86 had ik ook niet raar gevonden. Nee, precies. Dat is het. 88 wel. Dat had ik wel raar gevonden, ja. Klopt. Toch? Ja. Nee, oké. Maar op zich 87, nou prima. Ja, maar eigenlijk was 86 wel beter geweest. Klopt. Maar dat kunnen wij natuurlijk weten als echte Serie A-kenners. Ja, maar het is ook een hele avond van de competitie. Dus het is voor hem heel makkelijk om daarin te scoren. Ja, precies daarom. Oké, volgende. Laporte, 87. Hij is wel hoog ook weer, hè? Maar ook wel weer terecht. Ja, ik vind het ook wel hoog. Hij is wel goed. Hij is wel goed. Maar afgelopen jaar was hij... 84 volgens mij? Ja. Ja, volgens mij 84. Ja. En nu 87, dat is wel een flinke upgrade. Heel erg. Maar jij vindt het terecht? Nou kijk, als jij dat terecht vindt, is het zeker terecht. Ik vind het wel terecht, want ja, ik vind van die spelers die kampioen worden en zo, vind ik ja. Ja. En ook in dat, hey, denk dan ben je dat gewoon goed. Denk je dat er één Chelsea speler zit bij de top 50? Ik denk het wel, ja. Oké. Okay. Gaan we door. Nummer 48, Thiago. Thiago, ja. Ja. Dit vind ik zo'n niet-zeggende speler. Nou, hij is wel goed hoor. Als hij speelt, ik vind hem wel een leuke speler om naar te kijken. Ja, oké. Maar jij vindt, Edgar IE vind ook een leuke speler om naar te kijken. En die krijgt ook geen 87. Edgar IE, wat een topper is dat, zeg. Ik voel me plotseling zo Edgar IE. Ja, precies. Hey. Ja. Oké. Okay. Ja. Nee, maar daarom 87. Ja, maar ik snap niet. Maar hij is geupgraded. Maar was hij dan zo goed afgelopen seizoen? Is hij geupgraded? Ja, hij was in 86 voor seizoen. Oh, ik niet. Maar, en jij ervoor 88? Ja, 88, 86, 87 voor me. Heel gek. Ja, wel gek. Nou ja, dan zal hij wel goed zijn. Ah, boeit me ook niet. Alsof ik Bayern ooit kijk. Nee. Het boeit me gewoon niet. Nee, hij is ook waardeloos op FIFA, want hij heeft echt niks aan. Maar hij kan alleen dribbelen en passen. Ja, yeah. Klopt. Heb je dus helemaal niks aan. Wel 50 skill moves. Dat ja, dat boeit me ook okay. Niet. Oké, de volgende. Ja. Benardo Silva. Ja, goed terecht ook. Ja, die is echt goed. Die is echt wel goed, ja. Die is echt wel heel goed, ja. Ik vind hem echt... Ja, hij had van mij zelfs 88, man. Zo, oké. Okay, ik ben echt fan van Benardo Silva. Zo. Ja. Oké. Okay. Hij wordt de nieuwe David Silva. Ja. Ze hebben wel dezelfde achternaam. Klopt. Ja, hij binnenkort ook helemaal kaal en zijn baard eraf. Ja. En dan is het net 2 druppels water. En dan hebben we de nieuwe Centurion. Jan van Halst. Ja. De ziekte van Hedel. Maar hij heeft zakken op zijn schedel. Ja. Ja. Oké. Okay. Nee, helemaal terecht. Prima. 88 had ook gekund. Goeie ja, hoor. Speler. 46. Al de wereld. Toby. Mega Toby. Al de wereld. Ja. 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 Spurs, ja, Champions League finale. Dat ja. Wel, maar ook wel hoe. Ja, maar ik vind 87 wel weer echt... Maar is hij beter dan zo'n Laporte? Is hij beter dan dat? Ja, weet ik niet. Ik vind van niet. Ook niet per se minder. Ja. Ietsje misschien. Maar ja, Laporte geeft natuurlijk wel het voordeel omdat je denkt van die wordt nog beter. Maar dan moet je eigenlijk niet naar kijken. Je moet eigenlijk kijken hoe goed hij is nu. Ja, maar ik heb meer over dat hij kampioen is geworden en zo. Ja, ja. Maar ja. Toch. Nog steeds. Ik denk wel dat het terecht is. Ja, wel. Voor de mensen die zich afvragen misschien van Koen, waarom is zo'n enorme leuke hipster met veel geld die AirPods in heeft. Tijdens de verhuizing is mijn computer aan de voorkant een beetje stuk gegaan en nu kan ik geen oors meer doen in de computer. Dus heb je nou een computermakenbedrijf of een computerbedrijf die computers verkoopt, gooi mij één. Niet gooi trouwens, dan gaat hij weer stuk, maar geef mij een nieuwe computer. Dank u. Ben je er ook één? Ja, doe maar één. Ja, doe maar. Voor Milo ook eentje graag. Oké, okay, ja. Dan gaan we naar de volgende. Heumin-Son, 87. Nos. Ja, wel kutjes, maar ook wel goed. Ja, gewoon goed wel. Maar hij is wel een CF trouwens, dat is wel leuk hoor, spitsje. Ja, dat is leuk. Ja, dat is wel leuk. Prima stetjes. Geinig, ja. Ja, ja. Nou ja, ook wel van. Ja, deze gaat gebruikt worden. Deze gaat heel erg gebruikt worden, ja. Deze gaat zeker gebruikt worden. Die gaat ook wel wat muntjes kosten, denk ik. Dat denk ik ook wel, met 5-star weak foot en 4-star skill moves. Ja, maar goed spelen. Mee. Nee, maar oh, goed spelen terecht. Ja, oké, volgende. Fernandinho. Ja. Ik vind hem wel een beetje underrated en daarom vind ik 87 wel een mooie rating. Vindt hem underrated? Was hij 86 dit jaar? Ja, nu niet meer. Maar zeg maar, mensen hebben het nooit over hem. En altijd over iedereen anders. Hij is ook geblesseerd geweest, toch? Best wel een tijdje. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Ja, voor mij wel. Voor mij nu, momenteel ook. Oké, dan is het veel te hoog. Had echt zeker veel te hoog. Had 72. 84 of zo. Nee, hij is wel een goede speler. 72. Wel een goede speler. Weet je hoe hoog Alexis Sanchez is? 83. Hij was afgelopen jaar 87. Ja. 83. Hij was afgelopen jaar 87. Ja. Wat denk je dat hij nu is? Ja, ik denk 83. Nee. Wat dan? 82. Nee. Ja, 82. Ja, die verdient 12 miljoen. 12 miljoen per jaar voor 82 reden. Oké, volgende. Mats Hummels. Die is slecht. Bullshit. Die is zo slecht. Die kan er geen reet van. Holy shit. 85 had hij moeten zijn. Ja, vind ik ook. Die kan er geen reet van. Die kan er geen reet van. Wat een matige speler zeg. Ongelooflijk. Zegt dat Mats Hummels hoger is dan Matthijs de Ligt. Ja, maar ja. Matthijs de Ligt heeft pas één seizoen laten zien natuurlijk. Klopt, hè? Is ook zo.
Mats Hummels op één seizoen laat zien dat hij helemaal niks kan. Jordi Alba 87, ja, prima. Prima hoor. Zie je hoger zelfs. Heb je geen problemen mee? Nee, mag misschien zo. Nee, vind ik niet. Vind ik niet. Want hij kan niet verdedigen natuurlijk. Nee, oké. Okay. Dat is wel waar. Maar aanvallend is hij wel heel sterk. Ja. Maar 87, prima. Gewoon goede rating. Hebben we Benzema, 87. Benzema. Ik zeg, kijk, wat met Benzema is, altijd als hij in een goedlopend team zit, dan is hij fucking slecht. Maar als het team heel slecht gaat, dan scoort hij er wel veel. Maar nooit genoeg dat je er wat aan hebt, weet je wel. Ja. Voor jou was Real echt slecht. En toen deed hij het wel prima. Maar als Real het heel goed doet, dan is hij fucking slecht. Ja, ik vind Benzema dus gewoon niet een hele bijzondere speler. Ik vind het gewoon niet een hele bijzondere speler. Ik had 86 beter gevonden. 87, dan ben je even hoger als... Zelfs dat vind ik hoog. Ja? Ja, vind ik ook hoog. Real heeft toch echt een ongelooflijk kutjaar gehad. Ja. En hij gaat er gewoon dik op vooruit. Onterecht. Onterecht. Oké. Hebben we 40. Handanovic. Ja. Die blijft ook maar 88. Het slaat nergens op. Die blijft ook al goed. Nee, die is gewoon goed. Goed, hij is helemaal niet. Ik heb hem toch een paar keer echt zulke blunders zien maken. Hij is echt slecht. Hij moet echt lager. Ja, hij moet veel lager. 82. Een soort Alexis Sanchez. Trouwens mensen, als jullie een andere mening hebben, laat vooral achter in de comments. Nee. We zijn zeer benieuwd naar jullie mening. Ik ben helemaal niet benieuwd naar die mening. Jawel, ben je wel. Ja. Dat is goed voor de kijkers. Oh, ja. Super benieuwd. Laat even achter. De kijkers betrekken met je kanaal. Klopt. Ik ben super benieuwd. Heb jij een andere mening? Jij hier van een speler dat je denkt van, nou, die had er echt ingemoet of die had echt lager moeten zijn. Ja. Laat even weten. Laat zeker weten. De mening met de meeste likes. Dat doen we niet heel veel mee, maar die lezen we sowieso. Oké. Okay. Handanovic. Ja, het boeit me echt niet, die rating. Die gast. Oké, volgende. We hebben Courtois. Ja. Gewoon wel een kutjaar gehad, hè? Hij van kutjaar gehad, ja. Is ook weer naar beneden, toch? Hij was 90 of zo? 89 volgens mij. Nee, hij was 90, ja. Ik geloof je voor geen meter meer. Hij was 90 inderdaad. Ja, hé. Hey. Klootzak. Wie heeft hier voor jou nou veel FIFA gespeeld? Ja, ik weet het allemaal gewoon. Courtois. Oké, maar 88, ja, wel terecht. Twee naar beneden. Ja, prima. Hij kijkt ook een stuk minder blij dan vorig jaar, moet ik zeggen. Kijk een beetje boos. Paolo bij Piemonte Calcio. Dat vind ik echt heel raar. Waarom is hij zo hoog? Hij is natuurlijk echt overhyped. Hij heeft toch een hele jaar bankje gezeten, of niet? Ja, rustig hele jaar bankje. En dit jaar ook gewoon rustig bankie. Ja. Maar het ding is ook, die vent is inmiddels uit 93. Hij is 25. Dat is 5 jaar ouder dan ik. Hij is 26. 25. Bijna 26. Ja, bijna 26. Ja. Bijna 26. Ja. Nog steeds, ja. Ik vind het bizar, want hij is eigenlijk nog steeds niet echt doorgebroken. Ja, hij moet gewoon weg daar. Hij moet gewoon lekker even naar, weet ik veel, Atletico. Ja, kan nieuwe Griezmann worden. Nee, hij kan, ja. Ja, kan. Ja, kan. Zo'n speler is het. Zo'n speler is het. Ja, dat kan. Ja. Maar nee, hij blijft bij dat waardeloze Juve waar hij niet aan speelt naartoe komt. Nee, ga gewoon weg, gast. Kutteam. Hoe moeilijk is het? Die ballen kan er niks van. Ik vind hem gewoon legit nog niet echt doorgebroken en hij is 88. Klopt. Maar ik vind het dus raar, stel je voor, hij zou nu naar United gaan of zo en dan zou hij fucking veel spelen en echt goed spelen. Ja. Wat gaan ze dan maken? 92 of zo? Geen idee, ja. Ja, dat klopt toch niet, Milo? Nee, ik ben het met je eens, jongen. Je hebt daar gewoon heel goed punten pakken. Ja. Oprotten met die ballen. En dood. Volgende. Moet gewoon dood. Nee, niet dood. Oké, gewoon tiaatje. Gewoon... Ja, en nagels afscheuren. Ja. Oké, hebben we Diego Godin. Ja, dit boeit mij niet. Nee, maar ook weer zo'n kut interspeler. Zoveel interspelers. Het slaat nergens op. Maar op zich, ja, hij is vast wel goed. Weet ik veel. Ja, maar dit zijn al die Inter heeft al die 88'tjes. Die als je die pakt, denk je, oh, leuk, 88. Maar ik heb alsnog niks aan. Zo'n Handanovic en Godin. Heb je niks aan. Dat is allemaal slecht. Ja. Nee, fucking slecht. Fucking slechte kutspeler. 60 pace, kan er niks van. Loris. Jori, ja. 88. Wat terecht, toch? Dat zou wel fantastisch zijn. Ja, ik vind Jori 88. Hij heeft maar één zo'n weak foot. Dat is wel slecht, hè? Ja, en zijn skill moves ook trouwens. Onbruikbaar, die gast. Ja, een waardeloze keeper. Nee, maar hij is gewoon goed. Ja, prima. Prima. Niks mis mee. Ja. EA. Voor jullie. Prima gedaan. Niks mis mee. Edgar. Volgende. Edgar David Silva. 88. Ik kan niet echt, want ik ben dus groot fan van een speler als David Silva. De Centurion. Dus ik had hem ook wel 89 willen zien. En dan ben je nou Silva 88. Ik ben juist niet fan van dit soort spelers. Maar ja, hij is wel goed. Ja, ik wel. Ik vind hem echt goed. Ja, hij is wel goed, hij is hoor. Echt goed. Dat wel. Twee star weak foot. Van wat heeft hij altijd gehad? Ja. Maar het valt me nu pas op. Maar wat vind jij dan? Wat is jouw type speler als David Silva niet jouw type speler is? Jong Eno. Ja, oké. Okay. Nee, Tammy Abraham. Ja, die is goed, hè? Die is echt goed, hè? Ja. Topscorer Premier League. 30 goaltjes, hartstikke idee. Lekker. Zou die nog in deze lijst staan? Ik denk het wel, ja. Die komt nog, hoor. Ja, die komt er zo aan. Wie denk je trouwens van Chelsea dat erin staat? Nou, je zei net nog heel duidelijk dat je een van Chelsea Kante had. Kante sowieso natuurlijk. En ik denk ook wel trouwens Christensen. En Zuma misschien, of wel? Goed, happy Zuma. Maar David Silva, prima. 88 is prima. Recht ermee. Ederson, 88. Goeie keeper. Ja, prima hoor. Ook wel lekker. Terecht, ja. Is ook wel zo ongeveer even goed als zo'n Loris en Courtois. Ik denk ongeveer hetzelfde niveau allemaal. Ja, prima. Eens. Goeie foto trouwens. Fresh. 93 Heel erg fresh. Heel erg lekker.
Maar dan gaan we door. Royce, 88. Ja, ik ben dus helemaal niet zo'n Royce-fan. Nee, ja, ik ook niet, want die is altijd geblesseerd. Die ja, ook bij Duitsland. Ik vind ook bij Duitsland. Ja, tering slecht. Ja, ja, echt slecht. Echt slecht. Ja, ik ben het met je eens, Milo. Vorig jaar was hij 85. Ja, je had ze. En wel upgrade naar 88. Ja, lekker is dat. Nou, 70 had ik beter gevonden. Ik vind 88 echt hoog. Bezoop. Oké, volgende. Oh, wat een vieze snor. Oh, ja, heel vies. Wat vies dit. Mijn snor. Ja, nee, niet zo vies. Maar wel vies. Okay. Deze is wel heel vies. Wel smerig, hè, dit. Ja, dit is heel smerig, ja. Oh. Ik vind Cavani dus wel echt een goede spits. Ja, ik ook wel. Ook weer onbruikbaar, 75 pace. Ja, drama, heb je niks aan. Maar heb je nog nooit wat aan gehad van die speler? Maar wel hoog, dit is wel prima speler, rating, hoor. Dit is wel een speler die aan het begin van FIFA pack, dan is hij nog 30k waard. Ik ben er wel blij mee, weet klopt. Je wel. Denk je, okay, maar dan leuk. Na twee maanden is hij 5k waard. Dan denk je van, ja, wat moet ik ermee? Weet je wel? Zo. Ja, dat niveau, ja. Dat niveau. Maar wel gewoon 88. Ja, prima. Ja, prima. Niks mis mee. Nee. Pogba, 88. Ja, vind ik kut. Nee, maar Pogba, ja. Er is ook geen reden om echt heel erg te downgraden. Dat is het meer. Nee, maar je moet hem ook 88 maken. Want het is gewoon zo'n speler die mensen willen gebruiken, toch? Klopt, is ook zo. Dus die moet gewoon semi-hoog zijn. Is ook zo. 30, Eriksen. Christian Eriksen, 88. Ja, vind ik wel terecht. Vind ik wel terecht, hoor. Ja, ik vind Eriksen wel goed. Maar moet ik zeggen, ja, nou trouwens, ik ben het hier niet mee eens. Zo! Ik heb eerst dus de laatste tijd zien spelen. In de Champions League, onder andere tegen Ajax. Mm-hmm. Laat hij gewoon niks zien. Als die Kane niet speelt, heb je geen reet aan Eriksen, vind ik. Klopt. En ik vind als je zo... Aan de andere kant, als Eriksen niet speelt, heb je ook weinig aan Kane. Want er heeft niemand die bal op hem. Nee, oké, okay, prima. Maar dan vind ik dat als je zo afhankelijk bent van één speler, vind ik niet dat je 88 waard bent als Cam. Ja, dat zeg ik. Ja, oké. Okay. Nee, maar kijk, die ene rating kan mij natuurlijk ook helemaal mijn reet roesten. Maar het ding is ook van, kijk, als hij echt heel goed was geweest, want hij is nu al 3 jaar 88, mm-hmm. dan had hij echt al bij Real of Barca gespeeld, denk ik. Nee, ik heb geen idee. Oké, ik vind mijn ratingje te hoog. 29. Volgende. Toni Kroos. 88. Ja, ik vind het wel hoog, hoor. Ja. Kroos is toch wel langzaam aan zijn downfall begonnen. Ja, dat zie je ook wel. Real voor jou 45 pace. Ik weet niet, ja. Voor mij had hij wel een redetje lager gemogen. Voor mij ook. Is ik vind dat hij eerder nog 87 moet dan Erik. Oké, volgende. Mane. Ja, 88. Zo. Die mag mij nog hoger, hoor. Ik vind Mane echt... Die vind ik nou echt tering goed. Ja, ik ben het met je eens. Ik vind Mane ook heel goed. Die vind ik nou echt Mane tering beter goed. Dan Salah. Ja, ik ook. Nou, dan schudden wij hier onze digitale hand op. Ja, dat doe ik ook. Maar het enige raar is dat hij soms heeft hij ineens een kans voor open goal die hij mist. Maar ja. Oké, maar dat mag van mij. Mag je doen. Vooral tegen Chelsea mag je dat van mij doen. Die goal tegen Bayern was echt ziek. Dat hij zo'n Neuer zo uitkapt toe zo overheen stift met links. Klopt. Zo, wat een goal was dat. Die is echt lekker. Maar ik vind hem sowieso echt ingegooid. Je had echt lekker 89 moeten zijn. Ja, eens. Ja. Nee, want 89 is net dat je boven al die matige 88'ers zit. Ja, dat moet ook zo zijn. Oké, okay. Neuer. Zo? Downgrade. 88 nog maar. Ja, logisch toch? Terwijl vorig jaar was hij 90, toch? Ja, ik vind het wel goed hoor. Vorig jaar was hij 90, ja. Ja, ik vind terecht een downgrade. 88. Ja, hij is wel oud, hè. Volgens mij voor het eerst in 10 jaar FIFA of zo dat hij niet de hoogste is. Maar dat is niet waar. Vorig jaar was de Gea, toch? Dus dit is gewoon een slecht argument. Ja, maar nee. Ja, wel terecht. Hij wordt wel minder. Al was hij tegen Nederland niet slecht, vond ik. Maar wat ik wel raar vind, is dat Ter Stegen dus nu hoger is. Ja, nee, dat vind ik niet gek. Maar waarom keep Neuer dan voor Duitsland? Omdat Joachim Leude helemaal geen tyfus van snapt. En dus om die reden ook Hastenberger op linksback zet. En Süle in de basis. En Ginter. Hey, heb je die rechtsback gezien? Hoe heet die vent? Munsterberg of zo? Ja, dat linksback. Die had een goal tegen Ierland. Nee, maar die rechtsback is er ook zo rare. Ja, Lustenberger, nog wat. Ja, ik ga maar nu die kijken. Schoot dus zo fucking slecht tegen Nederland, weet je nog? En uiteindelijk kwam die goal eruit van Gnabry. Ja. En die kwam nu weer door tegen Noord-Ierland. En die schoot gewoon nog slechter. Die gast kan echt niet schieten. Dat is echt te bizar voor woorden. Ja, maar die gasten kunnen helemaal geen reet van, joh. Maar die Joachim Leus had er dus geen reet van. Dus vind ik Neuer over te steken helemaal geen enkel argument. Gerard Piqué, lol. Piqué, lol. Ah, IE, wanneer gaat hij iets naar beneden? Nou, hoezo moet hij naar beneden? Hoezo moet hij naar beneden? Ik vind Piqué zo'n kutspeler. Nee, joh. Lekker toch. Lekker 88. Prima, joh. Waar? Lekker man. Waarloos spelen. Piqué, lol. 86 moet hij zijn. Nee, joh. Piqué, goed man. Ja, ik vind Umtiti beter dan Piqué. Samuel Umtiti. Nee, vind ja, ik niet. Die is beter dan Piqué. Hey joh, ja, Piqué, een goede speler. Prima rating voor. Nee. Waarom? Alleen maar omdat hij een lekker wijf heeft. Ja, alleen daarom. Oké. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang. 88. Nummer 25, 88 rating. Wat vind je, Milo? Ik vind hem wel goed. Hij is toch hetzelfde als vorig jaar? Gewoon terecht, ja. Ja, vind ik niet zo gek. Hij is hetzelfde gebleven, ja. Ja, ik vind het niet zo'n boeiend. Ik denk dat mensen wel minder gaan gebruiken dit jaar, want je nu ook die... Hij is een rating omhoog trouwens, maar hij is wel geüpgraded in de winter. Nou, ja, precies, op die manier. Ik denk dat veel meer mensen Son gaan gebruiken. Ik denk dat Aubameyang niet heel veel gebruikt gaat worden. Ligt er een beetje aan of kopballen goed zijn. Want, dan wil je Aubameyang gebruiken? Ja. Volgende. Okay. Sterling. Sterling. Ja, wel terecht vind ik. Ja, ik vind hem echt goed. Vind ik wel terecht. 88 vind ik terecht. Want ik vind hem niet beter dan Mane, maar ik vind hem wel echt goed. Nee, maar dus Mane moet omhoog. Dus prima. Nee, dit klopt gewoon. Ja, daarom. Ja. Dus ik vind het prima. Prima klopt. Rating. Ja. Sterling echt goede speler. Ja. Ik had het niet verwacht een paar jaar geleden dat hij zo goed zou worden. Nee, dat vind ik echt... Sterling was echt zo'n typisch Engels overhyped talent. Aaron Lennon. Theo Walcott. Ja. Ja. En Andros Townsend. Ja. Noem ze maar op. Noem ze maar gewoon op. Adam Johnson. Adam Johnson. Die heeft het al waargemaakt, vind ik. Wel bij de jonge dames. Bij vrouwtjes. Ik had laatst gekeken. Hij heeft dus met zo'n chick gezoend. In ruil voor
gesigneerde shirtjes van hem. Oké, okay, ik moet zeggen. 16 jaar, ik denk dat bij 15 jaar. Het moment is om dat ook bekend te maken. Ik heb ook in ruil voor Bankzitter merch heb gedaan. Is misschien een goed moment om dat nu even te zeggen. Oké, okay, de volgende. Heb ik niet gedaan. David de Gea. Moet een klein beetje tempo achtergooien. Ja. David de Gea, ja. 89. Tweede naar beneden. Terecht. Want een kutseizoen, hij zegt. Kutseizoen, maar ik vind hem ook helemaal niet zo goed. Maar is hij... ik vind hem wel goed, maar het was even een malig seizoenetje. Maar is hij beter dan Loris? Of beter dan... Ja, vind ik wel. Ja? Vind je dat wel? Maar niet beter dan Eder. Loris, die de Champions League finale haalt en United gewoon lekker zesde wordt. En Loris, die gewoon ook voor Frankrijk altijd keept en de Gea voor Spanje helemaal gereed presteert. Kijk. Ja, maar omdat ze de Champions League finale halen, komt dat door Loris. Nou, onder andere. Ik vind de Gea eigenlijk wel beter dan Jorie. Ik denk dat als je dat de Gea neerzet bij Spurs, dan ziet het ook goed. Manchester United heeft zo'n slechte verdediging. Ja, we krijgen gewoon veel goals tegen. Ja. Kijk, okay. ik denk dat als de Gea gewoon een decent verdediging voor hem had, ja, dan had hij misschien ook wel minder geblunderd en zo. Ja, dus volgende. Oké, okay, Suarez, 89. Ja, wel logisch toch? Ja, hij begint echt oud te worden. Hij kan ook vaak niet meer 90 minuten spelen. Klopt, maar als hij, ik vind hem nog wel goed. Hij is nog wel gewoon goed. Als hij speelt is hij wel goed. En 89 wel logische rating. Nee. Sergio Busquets. 42 pace. Ja, misschien doe alleen. Maakt die pace al niet uit. Ja. Hij is wel tering goed weer de laatste tijd. Ja. Jammer voor Frankie. Weet je hoe hoog die jongen is? 85. Ja, de ligt ook 85. Ja, ik vind het wel prima hoor. Ja, Antoine Griezmann. Ook zo'n hype speler. Weinig pace. Ik vind dat, 81. Ja, ik vind het wel hoog, 89 hoor. Ik vind het aan de hoge kant. Even hoog Suarez. Ja, ik vind Griezmann eigenlijk altijd niet zo heel goed. Maar daarom kan ik eigenlijk niet echt over hem oordelen. Want ik ben een beetje biased. Ik vind hem een beetje overrated sowieso. Ja, ik vind hem vooral nu bij Barca nog vrij tegenvallen. En dan moet je dat daar niet op... Nou, dat vind ik raar. Want hij had echt een hele goede wedstrijd. Een van de drie wedstrijden die hij gespeeld heeft. Ja, tegen... Is echt heel goed. Tegen een of andere pauperclub. Ja. Dat is het ding ook met Barca. Die spelen 9 van de 10 wedstrijden tegen echt zulke tyfus club. Hey, trouwens, wat ik me afvraag. Ousmane Dembele, hoe laag is die? Weet ik niet, ik denk 86 of zo. 84! 84! Ja, ik kan er niks van trouwens. Alisson. Ja. Vind ik terecht. Ik vind Alisson echt goed. Vind ik ook terecht, ja. Champions League gewonnen. Ja, vind ik ook terecht. Maar hij is nu even hoog als De Gea. En dat vind ik niet terecht. Ik vind Alisson beter. Ja, maar nogmaals, De Gea kan je niet op één seizoen ineens 3 ratings naar beneden gooien. Nee, maar ja, moet je dan niet Alisson lekker 90 maken? Dat is ja, dan mijn dat vraag. Dan wel misschien. Ja. Ja, dat vind ik wel. Ja. Kante. Hartstikke idee. Zou je hem hebben? Echt overrated. Houd hem op, man. 85. Zoek het uit. Wat een onzin. Kante, lekker man. 89, prima. Ik ben wel een beetje klaar met die Kante-hype. Maar het is helemaal geen hype. Ik ben wel een beetje klaar met die Messi-hype. Nee, want Messi is goed. Oh, oké. Okay. Ja, precies. Maar, Kante, ja, nou ja, jij zal het wel weten. Je vindt het vast terecht. Maar ik vind als je een team hebt met Mason Mount en Tammy Abraham, die waarschijnlijk allebei 76 zijn, vind ik het heel raar dat dan je CDM, die waarschijnlijk iets beter niveau is, dat die dan 89 is. Als dat ook gewoon de beste speler van het hele middenveld van Frankrijk is, ja. De volgende, Koulibaly. Dit is ook weer achterlijk. Dit is toch achterlijk? 89 voor Koulibaly. Gast, Koulibaly is fucking goed. Waar stond er dan bij Napoli? Die is echt niet normaal. Nou, Napoli is gewoon de tweede club van Italië. Oh, oké. Ja, precies. Die komen ze eigenlijk amper ooit een keer de groepsfase van de Champions League door. Hij is echt fucking goed, Koulibaly. Die zou echt makkelijk mee kunnen met elk club. Nou, ga dan lekker daarheen. Dan geloof ik het tenminste. Wat ik raar vind is dat hij maar 54 passing heeft. Want hij heeft op zich kan hij best aardig meevoetballen, vind ik. Ja, en ik 28 shooter. Maar, ja, dat is ook niet heel lekker. Nee, dat is wel laag hoor. Maar Koulibaly is echt goed. Nee, 89 is echt goed. Koulibaly is echt ziek goed, gast. Oké, we gaan door. Nummer 16. Ja. Harry Kane. Prima. Ja, prima. Lekker hoog, prima. Zo, Lewandowski, 89. Hetzelfde verhaal. Vind ik ook hetzelfde verhaal, hoor. Ik vind Lewandowski beter dan Kane. Want die scoort elke keer gewoon 30, hè, Lewandowski. Maar al 6 jaar achter elkaar. Ja, maar wel ook met 20 van de 30 wedstrijden tegen ongelooflijke pauperteams. Ja, maar Milo. Ja. Alsof Hull City geen pauperteam is. Die spelen niet in de Premier League. Oh. Zo. Maar oké, 89 is wel terecht. 89 is prima. Prima 89. Niks meer mee. Oké, volgende. Ja. Chiellini, 89. Koscielny. Ja. Ja, goed hoor. Maar nu wel lekker dood het komende jaar. Ja, zeg dat wel. Nee, voor mij 7 maanden zag ik. Ja, oké. Dan is vrij kort. Nee, hele goede speler. Zeg je. Aguero. Ja, ook goed. Ja, hoewel hij speelt niet eens altijd, hè? Die Jesus pakt af en toe gewoon die basisplek. Ja, maar misschien komt het omdat hij daar gewoon te moe is. Hij is ook een beetje grijs aan het worden als je de foto ziet. Hij is ook traag. 80 pace. Ja. Ja, maar hij is dan niet zo heel snel meer ook. En zo'n Harry Kane, 70 pace, zit ik nu te kijken trouwens. Al die spits hebben geen pace. Nee joh. Waardeloos. Maar Aguero 89, prima. Ja. Sergio Ramos 89. Ja, maar hij gaat gewoon niet naar beneden. Dat weet je van tevoren. Real kan nog zo'n ongelooflijk kutjaar hebben. Hij blijft gewoon hoog. Hij moet gewoon sowieso beter zijn dan Piqué. Piqué lol. Ja, als ze besluiten, trouwens, Ramos was voorjaar 91. Ja, nee, oké. Ja, dan vind ik het wel terecht. Maar gewoon 89 is een mooie rating voor Ramos. Mooi, mooi hoor. Hij is wel nog fucking goed. Ja, dat wel. Oké, volgende. Kylian. Ja, dit is een kaart. Oh, dit is mijn kaart. Foe. Deze gaat duur worden, gast. Dit is een kaart, zeg dit. Oei. Maar zijn stats geüpgraded in opzicht van vorig jaar? Weet ik niet, boeit me ook niet. Ja, terecht ook wel. Ja, 89. Ja, prima. Ja, vind ik wel terecht. Ja, ondanks dat hij wel overrated is, is hij wel fucking goed. Ja hoor, top 10. Eerste, Ter Stegen, 90. Mark André. Ja. 2 ratings hoger dan Neuer. Vind ik wel terecht. Ik vind hem echt wel goed. Ja, hij is wel goed, hè. Ja.
vind ik terecht, ja, hoor. Ben ik het ook wel mee eens. En Leu snapt er niks van. Dus nee, Leu, als je geen. Kijkt, weet je, je snapt er geen reet van. Ik voel je. Volgende. Negen, Luka Modric. Ja. Ja, ja, daar is het ook wel een keer klaar mee. Ja, maar volgens mij vinden al de Real-fans hem ook tering slecht dit jaar. Ja, maar het ding is ook dat hij nog wel vorig jaar best de gouden bal gewonnen. Dus ja, dat kan je niet echt downgraden, toch? Hij is 1 jaar beneden van mij. Hij was 91, toch? Ja. Of niet? Nee. Weet je. Ja, ja. Ik had ook 89 niet gek gevonden. Maar meer omdat Real gewoon niks voorstelde vorig jaar. Dat was het een beetje meer. Ja, is ook zo. Maar ja, dat is op, ja, ja, en de enige wat je van hem hebt gezien was dat hij toen voorbij werd gelopen door De Jong. Dat is het enige wat je van hem hebt gezien derde jaar. Oké, dan hebben we Salah, 90. Ja, op zich wel logisch 90, maar ik vind hem wel 2 ratings hoger dan Mané, vind ik niet terecht. Dat is het meer. Nee. Ik vergelijk hem gewoon met Mané. Dat vind ik niet terecht. Nee, want ik vind Salah gewoon een ego en Mané is gewoon leuk. Ja, maar ik vind 90 ik vind ook wel een soort logische rating, 90. Ja, en zeker nadat ze de Champions League hebben gewonnen, is het niet raar. Nee, maar allebei 89 was ook oké geweest. Was ook prima. Ja, eens. Ja. Eens. Komen we nu. Oh, bij Big Furch. Nederlander. De enige Nederlander in deze lijst, ja. Toch? Ja. Triest. Big Furch. Big Furch. 90 rated. Dat is Big Furch. Hij is de beste verdediger dit jaar in FIFA. Ja, logisch toch? Ballon d'Or. Ja, logisch. Ballon d'Or gewonnen. Terecht. Ook heel ziek eigenlijk. Ik zit er nu nog even over na te denken. Ballon d'Or gewonnen. Ja, hij heeft niet echt om de Ballon d'Or gewonnen. Daar is toch alleen nog maar voor genomineerd, of niet? Is dat zo? Hij heeft Europese Speler van het jaar gewonnen of zo, maar dat is weer een andere prijs. Komt dat niet altijd op hetzelfde neer? Nee, want er zijn weer nu allemaal verschillende soorten dat uit elkaar is gegaan. Oh ja. Maar ja, wel ziek. Ding goed in ieder geval. 91, Jan Oblak. Heel gek. Ja, blijkbaar is hij dus heel goed. Maar ik kijk naar de Atletico, want ik vind dat echt niet normaal te gluren. Maar die krijgen nooit een goal tegen, dat klopt wel. Nee, oké, maar komt dat door Oblak? Nou ja, onder andere. Ook maar, wel, denk ik. Ja. Ja, onder andere. Maar 91 is de beste keeper ter wereld, Jan Oblak. Hij is beter dan Ter Stegen, Neuer, Lloris, De Gea. Jan Oblak. Zou kunnen. Alisson, ja, beter ik dan weet Alisson. Niet, Milo. Champions League winnaar. Milo, ik weet het niet. Nee, ja, ik ook niet. Ik vind het onterecht. Maar ja, ik geloof er geen reet van, joh. Jan Oblak. Maar ook 2 ratings beter, hè? Dan Alisson. Ja, wat een bezopen kut rating. Ik had gewoon hem gewoon 90 gemaakt. Ja. En Alisson ook. Dat je 90 Alisson, 90 Stegen, 90 Oblak. Ja, prima. Kevin. De Bruyne 91. Overhyped. Die vind ik echt overhyped. Ja, nou, ik heb hem laatst zien spelen. En die paas die hij geeft is wel bizar. Oké. Ja, ik ben niet zo'n De Bruyne fan. Ja, hij is wel echt goed. Eigenlijk nooit geweest. Nee, ik ben ook geen enorme De Bruyne fan. Maar hij is wel erg goed. Ja, hij is wel beter dan Modric bijvoorbeeld. Ja, dat is zo. Klopt. Ja, is zo. Als je het zo ziet, is het wel weer terecht. Okay. Hazard op nummer 4. Ja, wel hoog, hè? 91. Ja. Maar hij is ook wel echt tering goed. 7 kilo te zwaar was toen hij aankwam bij zijn eerste training. 91 wel hoog. Ik kan ook zeggen voor mensen die 91 zijn, dat zijn ook wel de mensen die even die kilo's erbij mogen hebben. Ja, hij is goed. En ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen dit jaar bij Real. Ik ben echt benieuwd. Voor mij was hij alweer geblesseerd, dacht ik. Ik heb geen idee, joh. Dus, of aan het afvallen, een van de twee. In ieder geval, ja, gewoon goed. Ik ben benieuwd, we gaan het zien of hij het 91 Als hij ergens af is gevallen, zal hij wel geblesseerd zijn, ja. Nummer 3, de top 3. Neymar Junior. Ja. Ja. Ja, ik vind hem dus weer helemaal niet zo'n heel goed jaar hebben gehad, hoor. Nee, klopt, maar je weet gewoon dat Neymar fucking goed is. Ja. Ja, oké, ja. Nee, maar voor mij heeft hij alsnog wel gewoon een aardig jaar gehad, maar gewoon niet in de Champions League. Is zo. Ik vind Neymar, kijk, als Neymar nu weer een kutjaar heeft, dan moet hij naar beneden. Maar klopt. Ik vind wel dat je hem 1 kutjaar kan gunnen. Prima, niks mis mee. Gewoon prima, 2-9. Ik vind niet zo'n boeiende speler ook, Neymar. Nummer 2, niet meer op gelijke hoogte. Cristiano Ronaldo. Hij was ziek, hoor. Piemonte Calcio. Ja, terecht. Echt een slecht jaar gehad, Ronaldo. Zo'n slecht jaar gehad, bizar. Ja. Hij zei ook, dit is het slechtste jaar van mijn carrière, zei hij. Heeft hij dat tegen en hij is natuurlijk niet meer coverboy. Heeft hij dat tegen jou gezegd? Hij zei het ook in het Nederlands, echt raar. Hij zei het in het Nederlands ook. Nee, maar en hij is geen coverboy meer, dus ja, logisch. Ja, dat is wel logisch op zich, ja. Maar aan de andere kant heeft Messi het ook, ook niet zo'n heel bizar jaar gehad. Nou, jawel, hij heeft gewoon weer 50 keer gescoord ofzo. Ja, maar ja, allemaal weer in die kutcompetitie van hem. In de Champions League weer gereed. Ja. Ik vind Messi op dit moment wel beter dan Ronaldo, denk ik. Want Ronaldo, die was echt slecht vorig jaar. Terwijl hij wel weer in de Champions League een paar zieke wedstrijden had. Onder andere tegen Atletico in de comeback. Ja. Dat was heel echt, nice. Echt nog even 3 achter de Jan Oblak, hoor. Ja, beste Jan Oblak. Beste keeper van de wereld, hartstikke idee. Drie keer vissen. 85, wegwezen. Weg ermee. 82, soort Alexis Sanchez. Ja. Hoppa, Alexis Sanchez. Lekker naar Inter of zo. Oprotten. Opgetiefd. Ja, wegwezen. Of zouten. Nee, maar even, ja, Koen. Dat dus. Even nu samenvatten die hele lijst. Ik vind het niet zo'n hele slechte lijst, hoor. Nee, er zijn jaren geweest dat ze slechter waren. Zeker. Maar ik heb het gevoel dat het meer zit bij nu de spelers bij gewoon 85, 84, dat die echt dus nergens op slaan. Ja, dan missen we er gewoon een paar. Ik zit bijvoorbeeld nog even te kijken. Ik zie bijvoorbeeld nu op nummer 54 staan. 87, Jan Vertonghen. Die speelt nooit, hè. Die zit gewoon, die zit gewoon niet eens op de bank. Ze zit op de tribune. Echt? Ja, ze zat gewoon tribune. Dat is wel raar, ja. Ja. Marcelo ook nog maar 85, terwijl hij nu juist speelt. Ook achterlijk, ja. Echt zo Robertson, ook 85. Had ook voor mij wel hoger gemogen. Firmino, maar 86. Ook niet normaal, hè. Oké, maar over het algemeen... Over het algemeen wel redelijk. Prima lijst. Jee. Ja, IE. Ik denk het beste van de afgelopen 3 jaar. Dat wel, ja. Dat zeker. Voor de mensen die nu nog kijken, comment alsjeblieft. Ik heb zin in een lekkere kip in de comments. Dat vind ik een hele uitstekende comment. Denk je? Ik denk dat dat wel 10.000 keer comment wordt. Doe een duimpje op deze video. Kijk zeker op Milan's kanaal. Yes. Milo's kanaal. Abonneer op mijn kanaal. En dan zien we jullie weer bij de volgende video.
Later. Adios.